In Europa gooien we jaarlijks 88 miljoen ton voedsel weg. 1/4 hiervan komt omdat het voedsel niet meer eetbaar is door de groei van micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels. Je hebt het waarschijnlijk zelf al eens meegemaakt, het beschimmeld pakje kaas in de frigo of die pot bolognese saus waarvan het deksel toch verdacht bol staat. Voedingsproducenten proberen dit type bederf te vermijden door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk micro-organismen in het product zitten wanneer het de fabriek verlaat. Hoe doen ze dit? Dit doen ze door enerzijds goed te reinigen om alle overtollige etensresten te verwijderen en daarna goed te desinfecteren zodat alle micro-organismen worden vernietigd. Maar micro-organismen kunnen een biofilm vormen waardoor ze zich gaan omringen door een beschermende mantel. Hierdoor kan het desinfectiemiddel niet tot bij de micro-organismen geraken en ze dus ook niet vernietigen. Daarom bestudeer ik deze biofilms in verschillende voedingsinstallaties om te kijken hoe we ze beter kunnen verwijderen. Wat heb ik nu ontdekt? Dat het niet zozeer van belang is om desinfectie te gaan verbeteren, maar net om de reiniging te verbeteren. Waarom? Reiniging kan die beschermende mantel deels afbreken, waardoor desinfectie beter zijn werk zal kunnen doen. Tot nu toe heb ik dit gedaan door te spelen met de hoeveelheden van verschillende reinigingsmiddelen. Dit lijkt een heel simpele aanpak, maar dit geeft de voedingsproducenten wel een onmiddellijke oplossing om hun probleem aan te pakken. Ja, ik geloof van wel. Daarom ben ik nu op zoek naar nieuwe reinigingsmiddelen die deze beschermende mantel nog beter kunnen afbreken. Door micro-organismen zo geen kans te geven, hoop ik die berg van 88 miljoen ton weggegooid voedsel een kopje kleiner te maken.